Een heel goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het een vlog. Achter mij ziet je mijn nieuw vogeltje. Dat is Bloeke. Zijn naam is dus Bloeke. En dat is een parkietje. En hij is zo lief, schatje. De reden waarom dat ik vandaag vlog is omdat, ja, jullie zullen het wel al waarschijnlijk al gezien hebben in de titel zeker. Ik heb de vrijdag heb ik een auto-ongeluk gehad. Ik moest sowieso voorrang geven van rechts. En dat telt hier in België zo, dat je moet voorrang geven van rechts als er borden staan. Ik doe dat sowieso. En ik geef voorrang van rechts. En dat was een hele lange bus. Hoe noemen ze die een bus eigenlijk? Dat is zo een bus in twee delen. En je hebt in het midden zo een... Ja, dat is zo'n soort van een accordeonbus of zo. Ik weet niet of je dat kent. En die bus moet draaien, maar dat is eigenlijk een heel gevaarlijk kruispunt daar. Ja, die bus rijdt vandaar, wil het zo passeren. Dus ik wil die bus ook voorrang geven, want dat is mijn plicht om die voorrang te geven. Sowieso, als ik achteruit kijk, kijk ik eerst in mijn achteruitkijkspiegel. Ik zie niemand niet, dus er was ook niemand niet achter mij. Ik wil achter mij achteruit rijden en boem patat zit er ineens een andere man recht in mijn achterwerk van mijn auto. Ik kan me verzekeren dat die even niet goed, want ik heb nekpijn en zo. Ik ga u subiet met een auto laten zien van achter, hoe het eruit ziet. Dus de schade valt nog mee. Het was ook geen harde boink. Ja, dus ik noem dat een boink, maar het was geen harde doef eigenlijk. Ja, dus sowieso in die straat mochten we sowieso al niet hard rijden, want je mocht er maar 30 rijden. Maar ja, dus ik was al gestopt om die voorrang te geven. Die achter mij, ik weet ook niet waar dat die aan het rijden was. Maar dat was een kabinetje, dus die was 10 keer groter dan mij natuurlijk. Ja, en die is in mijn achterste gereden, waardoor dat ik nu mijn koffer heeft zo een hele deuk in. De barshock, dus vanachter, die is ook kapot. Ik ga het dus niet laten zien. Het licht aan de zijkant, daar zit ook een barst in. Maar ik ga sowieso mijn auto laten zien, de achterkant van mijn auto. Terwijl, dat hebben jullie ook eens mijn auto gezien, maar ik denk niet dat ik dat ooit heb laten zien in mijn video. Hij staat momenteel in de ondergrondse garage hier. En ja, ik ga het jullie sowieso laten zien. Zo, en zoals dat jullie zien, is dit het resultaat van het accident. De kapotte barshock. En dat is de ingedeukte koffer. Aan de zijkant zie je dat iets meer natuurlijk. En dan ja, hier hè. Een barst in mijn dingen hè. En dit is mijn auto. The next day. Dag schatje. Goedie, goedie, kom. Dan een klein windje. Kom eens binnen, mami. Kom, mijn klein bloek, kom. En kom. En kom. Ziezo, ik heb jullie even meegepakt naar de slaapkamer, want ons bloeken, mijn vogel, is nogal actief aan het fluiten, hoor. Dus ik ben naar mijn verzekeringsagentschap geweest. Ik ben wel van alles te weten gekomen. En ik denk van, oh my god, wat is deze weer allemaal? Oh. Dit is zo. Ik kom naar mijn verzekeringsagent. Dus ik was alles aan het uitleggen tegen haar. Ik heb gezegd dat ik op een baan aan het rijden was van 30. En dat ik een kruispunt naderde waar ik voorrang van rechts moest verlenen. Wat ik ook gedaan heb. Ik heb gewacht om voorrang te geven aan de bus. Die moest mij passeren zo. Die buschauffeur heeft zijn bocht een beetje te kort genomen. En dan kwam hij op mijn vak terecht. Waardoor dat ik achteruit een beetje moest rijden. Maar toen ik achteruit reed, was er nog geen auto te zien. Ik reed een beetje achteruit en op dat moment rijdt er een andere wagen in mijn poep van mijn auto. Dus wat gaat mijn verzekeringsagent nu doen? Die heeft gebeld naar de politie terug. Die heeft gevraagd van, hoe komt dat er een PV opgestart is, terwijl dat eigenlijk de tegenpartijen akkoord waren met degene. Oké, dat was mijn fout, ik weet het. Ik heb die politie gebeld omdat ik wou dat er een politie bij kwam. Omdat ik wou weten om zeker te zijn dat ik toch niet in fout was, snapte. Dus zij gaat nu contact opnemen met die man. Ze gaat vragen aan die man om toch naar het bureau te gaan of naar het kantoor te gaan van mijn verzekeringsagent. En dan gaan we beide partijen gaan we dan samenkomen daar. En dan gaan we daarover praten. En dan kan het zijn dat dat onderling kan besproken worden en dat de verzekering zal betalen. Maar ja, weet je, ondertussen zitten daarmee. Oh, al dat papierwerk, je moet altijd maar rondlopen voor dat. Oh.
Dus wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Ik moet gewoon nu even wachten. Vandaag of morgen gaat zij me terugbellen met de datum dat wij moeten samenkomen. En dan gaan wij proberen dat onderling te regelen. Dat misschien op zijn verzekering kan komen. Nu, het gelukkige is hiervan is van dat die man niet met zijn wagen reed, of toch niet met zijn eigen wagen reed, maar die man reed met een kabinetje van zijn firma. De verzekering van die firma zal dat dan moeten betalen. Dat zit allemaal zo raar in elkaar hier in België, hè? Ik snap het niet. Je geeft voorrang omdat je moet voorrang verlenen van rechts en dan krijg je dit voor. Nee, dat begrijp ik niet. Echt niet. Swat. 2 weeks later. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag al 10 dagen geleden nog eens een video gemaakt heb over mijn accident, maar ik moest wachten op de verzekeringen. Zij hebben ondertussen contact opgenomen met die man. Die man heeft laten weten dat hij toch wil naar mijn verzekeraarskantoor komen om te praten. Maar dat gaat blijkbaar niet door in Winkselen. Dus ik ben nu in Haag op de grote parking. Dus ik ga hier mijn auto laten staan. Ik moet er binnen een 20-tal minuten zijn. Dus ik moet nog even wandelen van hieruit. Allee, het is niet zo ver wandelen, hè. Misschien 10 minuten of zo. En dan gaan we subiet weten hoe het verder gaat lopen en wie dat er in fout gaat gesteld worden. Ik weet het niet. Dus gaan ze mijn fout stellen of gaan ze die man in fout stellen? Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan moeten afwachten. Ik ga jullie zeker op de hoogte houden wat er subiet gezegd is in het gesprek. Alleszins, ik heb heel veel zenuwen, want het zag er niet zo goed uit. Dit is een hele rare wetgeving hier in België, maar zwart. 1 hour later. Oké, mensen, ik heb me even hier aan de kant gezet. Bij deze is het officieel, en verklaar ik het ook officieel aan heel de wereld, ons land is een shitland. Echt waar. Het is een ongelofelijke shitland waar wij in wonen en in leven. Het is verschrikkelijk. Ja, dus ik ben in fout gesteld, maar de verzekering zei ook tegen mij van, ja, je wordt wel in fout gesteld, maar eigenlijk zeiden niet in fout. Want ja, je hebt inderdaad moeten voorrang verlenen. Die man die achter mij was, heeft dan ook wel gezegd gehad tegen mijn verzekeraar. Zo van, ja, maar zij kon daar absoluut niks aan doen. Want zij kon niet anders dan een beetje achteruit rijden. Want de bus reed echt op haar vak al. Dus die een bus moest draaien. En dat was zo'n accordionbus, je weet wel, hè. Dus zo'n bus in 2 stukken zo, met in het middel zo'n accordion precies. En die reed echt met een snelheid, want normaal mocht je dan maar 30 rijden op die baan. En die reed zelfs veel sneller dan 30. Want die vent zei dat ook, misschien reed hij wel 50 of zo. Dus je weet het niet. De bus reed echt op mijn vak, dat ik niet anders kon dan achteruit rijden. Dan, ik was een goed stuk van de straatkant af, dat zegt die man ook. En nog rijdt in een bus rakelings met een voorkant voorbij. Ik heb achteruit gereden, wat op zich ook heel goed was, want anders waren de gevolgen 10 keer groter geweest voor mij. Dan had ik hier misschien nu niet gezeten. Wat gaat er nu gebeuren? Niet veel, want de verzekering gaat daar niet intussen komen in deze. De kosten vallen allemaal op mij. Gelukkig is bij zijn auto eigenlijk niks aan de hand. Dus hij heeft alleen maar een nummerplaat dat in 2 was of zoiets. Ik moet nu naar de garage gaan om te kijken wat dat de kostprijs daar eigenlijk van gaat zijn. Want als dat echt zoveel gaat kosten, ik weet het niet, Senne. Ik breng jullie zeker op de hoogte van wat dat de garagist gezegd heeft. En hoeveel het dat ongeveer mij gaat kosten. A few hours later. Oké, dus ik ben naar mijn garagist geweest. Mijn garagist heeft die bluts dat er in mijn dingen was, in mijn koffer was, heeft hem er geprobeerd eruit te duwen en een beetje uit te kloppen zo. En dat is eigenlijk redelijk goed gelukt. Het is eigenlijk maar juist de barshock dat volledig stuk is en dat moet echt wel volledig gemaakt worden. Maar hij gaat proberen te kijken of dat hem dat ergens in occasie kan vinden. Als hem het niet in datzelfde blauw vindt of zo, dan gaat hij proberen dat in zwart of zo te vinden. Het probleem is, de auto dat ik heb, die een Suzuki Wagon R, dat is eigenlijk heel moeilijk te vinden. Dus daar rijden er niet veel van rond, waardoor dat je dat ook in occasie heel moeilijk gaat kunnen vinden. Dus hij vreest er een beetje voor of dat gaat lukken of niet gaat lukken. Ik moet volgende week sowieso nog wel eens teruggaan. Hij heeft ook zo'n stift besteld van hetzelfde blauw als mijn auto, om zo die krassen en zo een beetje bij te werken. En voor de rest, ja, ik zal zien wat hij volgende week zegt. Eigenlijk is het alleen maar nog juist de nieuwe barshock dat er moet opgezet worden. Nu, alleszins, ik ga mijn vlog afsluiten voor vandaag. Ik zou zeggen, geniet er nog van en
dan zie ik jullie heel erg morgen terug in een nieuwe video. Tot morgen. Ciao.